Goedendag en welkom bij het beursoverzicht van week 25. Na de rally van de afgelopen weken heeft er deze week een kleine correctie plaatsgevonden. Vanaf donderdag vond de AEX weer de weg omhoog, maar vrijdagochtend staat de hoofdindex toch nog zo'n 10 punten lager dan de slotstand van vorige week. TomTom gaat ter waarde van ruim 400 miljoen euro nieuwe aandelen en converteerbare obligaties uitgeven. Hiermee wil het bedrijf zijn schuldenlast verminderen. De schulden zijn ontstaan door de overname van Teleatlas. Ook de Zwolse buizenfabrikant Wavin en luchtvaartmaatschappij Air France KLM zijn bezig met een claimemissie. Om verwatering van het aandeel te voorkomen is de verwachting dat veel aandeelhouders nieuwe aandelen gaan kopen. De Franse regering heeft al aangekondigd deel te nemen in de obligatie van Air France KLM om zijn belang te behouden. Bij Wessane zijn onregelmatigheden ontdekt in de financiële verslaggeving van een onder North America Brandon vallende werkmaatschappij ABC. Wessane heeft een onderzoek door de externe accountant ingesteld naar mogelijke onregelmatigheden. Mogelijk is de waarde van de genoemde activiteiten met 10 miljoen euro te hoog gewaardeerd. De 10 Amerikaanse banken die staatssteun mochten terugbetalen hebben dat woensdag gedaan. Samen hebben ze 68 miljard dollar terugbetaald. De banken wilden af van de staatssteun omdat de overheid dan geen invloed meer kan uitoefenen op hun beloningsbeleid. JP Morgan Chase heeft met 25 miljard dollar het meeste geld terugbetaald. Goldman Sachs en Morgan Stanley hebben beide 10 miljard dollar terugbetaald. Dan was er ook nog macro-economisch nieuws. Het CPB voorspelt voor dit jaar een krimp van de Nederlandse economie van 4,75%. Het CPB noemt het crisisbeleid van het kabinet effectief, maar vindt dat het tijd is om de crisisuitgaven te gaan verminderen. De verwachting is dat de werkloosheid volgend jaar snel gaat stijgen. Dit wordt bevestigd door cijfers van Eurostat, waaruit blijkt dat de werkgelegenheid in Europa steeds sneller afneemt. De inflatie op jaarbasis in de eurozone is in mei gedaald naar 0%, terwijl dit in april nog 0,6% bedroeg. Onder andere Ierland, Portugal en Spanje hadden te maken met deflatie. In Nederland zijn de prijzen op jaarbasis nog wel 2,2% gestegen. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Amerikaanse economie medio 2010 flink gaat groeien. Voor dit jaar gaat het IMF uit van een krimp van 2,5%. Een lichte verbetering ten opzichte van de 2,8% waarvan het instituut eerder uitging. De Amerikaanse huizenmarkt heeft zich hersteld van het dieptepunt van april. In mei steeg het aantal in aanbouw genomen huizen 17,2%. De industriesector liet een minder positieve ontwikkeling zien. De benutting van de productiecapaciteit daalde in mei 0,7%. Daarnaast is de producentenprijzenindex in mei minder sterk gestegen dan verwacht. Toch zijn er ook in de industriesector tekenen van economisch herstel. De Philadelphia Fed Index, die een indicatie van de industriële activiteit in Philadelphia geeft, is gestegen van min 22,6 naar min 2,2 punten. De regio is maatgevend voor de rest van Amerika. Ook de leading indicators zijn over mei 1,2% gestegen. Dit houdt in dat er serieus sprake lijkt van een afzwakkende recessie. Amerikaanse consumenten zijn door de economische recessie massaal gaan sparen. Hoewel dit een gezonde ontwikkeling is, nemen de consumentenbestedingen hierdoor af. Dit betekent dat het economisch herstel meer tijd zal vragen. Dan geven we u tot slot een overzicht van de belangrijkste futures. Dit was het beursoverzicht voor deze week. Een prettig weekend en graag tot volgende week. On Wall Street.